Hey, welkom en nog een nieuwe video vandaag. Waarin ik je eigenlijk een boodschap wil delen die ik vanmorgen ook in een post op Instagram gedeeld heb. En dat is een boodschap die eigenlijk gechanneld is over je emotionele welzijn. Nu, ik hoop dat iedereen gezond is en dat iedereen het uithoudt in deze tijden van sociale isolatie of quarantaine of hoe je het ook wil noemen. En ik hoop dat je de tijd gebruikt en de energie die vrijgekomen is gebruikt om vooral zaken te doen die jouw ziel en jouw hart verwarmen. En ondertussen misschien extra wat grote lente schoonmaak, wie weet. Nu in ieder geval, deze video wil ik het hebben over je emotionele welzijn. Waarom? Omdat je emotionele welzijn is eigenlijk veel belangrijker dan wat de meeste mensen denken. Dat is eigenlijk de kernboodschap van wat Spirit, of wat de Geest, of het Universum, of God, of wat het ook wel noemen vandaag, wou delen of wil delen. En hoe graag dat ik ook vaak, of meestal probeer positieve boodschappen te delen met jullie, laat mijn gidsen of Spirit ook wel weten dat het belangrijk is om regelmatig een schop onder de kont te krijgen. Dat is niet alleen bij kinderen zo, maar ook volwassenen, en misschien zelfs volwassenen zelfs nog vaker. Moeten dat af en toe een keer gezegd of gehoord krijgen van wat dat ze eigenlijk nu mogen doen. Nu, het eerste is, alle ervaringen, hoe moeilijk ook, die jij meemaakt in je leven, brengen jou de wijsheid en kennis die je ziel eigenlijk wenst te leren. En zolang dat de mensheid zichzelf als slachtoffer van samenzweringen, virussen of wat dan ook ziet, dan zal je blijven eigenlijk in dezelfde cirkel lopen, waar je de afgelopen decennia, en misschien zelfs in vorige levens, ook altijd maar tegenaan gelopen bent. En ga je iedere keer, zoals een rat, in die rattenreis blijven lopen. Dat betekent dat balans eigenlijk pas kan hersteld worden, wanneer je heel eerlijk begint te worden met jezelf. En de enige hele grote reden waarom we massaal stopgezet zijn, en dan bedoel ik vooral als je het kijkt vanuit het grotere geheel, en niet alleen wat er in de fysieke wereld gebeurt, dus die grootste reden is eigenlijk omdat de mensheid op dit moment grote lessen mag gaan leren. Te lang hebben we enkel en alleen maar aan onszelf gedacht. Hebben we onderdrukte emoties blijven wegduwen in de hoop dat het wel weggaat. Maar zo werkt het niet. Nu word je geconfronteerd met jezelf, doordat je niet langer afgeleid wordt door de buitenwereld. En hoewel, er zijn nog altijd mogelijkheden om je af te leiden. Denk maar aan televisies en Netflix en Telenet geeft ook een heleboel films en nieuws kan je ook eindeloos beginnen bekijken en YouTube-filmpjes onder andere. Hè. Maar het is belangrijk dat je eigenlijk een stukje die confrontatie met jezelf nu aangaat. Doordat je iets minder afgeleid wordt van de buitenwereld, dus minder afgeleid wordt door andere mensen. En het is belangrijk dat je jezelf niet meer verliest in de illusies van die materiële wereld. De illusies waarvan je dacht dat ze jouw vervulling zouden brengen, beginnen eigenlijk barsten te vertonen. En daarom is het belangrijk om tijd, tijd om eigenlijk tot de kern van de zaak te komen, namelijk je emotionele gezondheid, je emotionele welzijn. Want wees nu een keer eerlijk met jezelf, en je hoeft dat niet in de comments te zetten, dat mag natuurlijk, maar dat hoeft niet. Wanneer was jij oprecht gelukkig? Wanneer was de laatste keer dat je oprecht gelukkig was? Wanneer was de laatste keer dat je een diepe dankbaarheid voor het leven voelde? En voor alles wat je kon leren? Nu, ik weet dat we ooit wel allemaal gekwetst zijn in dit leven. En ik weet dat we ooit allemaal eens in de steek gelaten zijn, of tenminste dat we ons zo gevoeld hebben. En het is belangrijk om je emotionele welzijn te healen, door jezelf al die vragen te stellen. Waar ben je ooit gekwetst? Wie liet je ooit in de steek? Wanneer voelde je je overlaten? En door daar bij stil te staan en daarover na te denken, krijg je de kans om die wonden te helen. Krijg je de kans om de manier waarop je daarnaar kijkt, dus je visie en je gedachten daarover te gaan veranderen. Want het is niet altijd zo, omdat wij ons gekwetst daardoor voelen, dat de anderen de bedoeling had om ons te kwetsen. Hoe vaak gebeurt het niet als je een berichtje stuurt naar iemand bijvoorbeeld en dat wordt totaal verkeerd geïnterpreteerd dan wat jij bedoeld had. Dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat het in het dagelijkse leven ook gebeurt, maar daar zijn we ons niet altijd van bewust. Nu,
eigenlijk jouw emoties, jouw kwetsuren, jouw wonden en je trauma's aankijken, is eigenlijk de weg vooruit. Waarom? De weg vooruit is altijd de weg van naar binnen naar buiten. Dus we beginnen eerst met het balans brengen in onszelf, om dan van daaruit balans te creëren in de wereld. En hoe meer mensen die in balans zijn en uiteindelijk gaan leven vanuit een hoger bewustzijn, hoe eenvoudiger ook het zal zijn om nieuwe structuren te maken. Om nieuwe structuren vorm te geven, te creëren, te bedenken. De mensheid is nu afgesloten en is geïsoleerd van alles wat er eigenlijk van die kern afleidt. Hun emotionele welzijn. Waarom? Omdat te veel mensen zich altijd maar blijven verliezen in die materiële wereld. En veel te veel denken dat daar het geluk ligt. Dat daar de reden van hun leven is. Dat ze pas gelukkig zijn als ze dit en dit in hun leven hebben. Maar hoe lang duurt dat geluk zijn dan op dat moment? Niet lang. Dat weten we allemaal ondertussen. En het feit dat ze nu de kans krijgen om tot dat besef te komen, dat ze niet gelukkig zijn met al het materiële en hoe dat in hun leven loopt, dat zal een positieve beweging teweeg brengen bij het vormgeven van die nieuwere structuren. Dat zal de basis vormen voor de nieuwe wereld. En misschien weet je wel, als wijze lezer bijvoorbeeld, om het concreter te maken, dat er sedert de financiële crisis een aantal jaren geleden, er eigenlijk heel weinig veranderd is in de financiële wereld. Cryptocurrency is ondertussen ontstaan en Bitcoin is ontstaan. En dat was allemaal, zijn allemaal goede pogingen, dat zijn allemaal nieuwe starten, maar die staan eigenlijk nog niet waar ze zouden moeten zijn. Het bankwezen ondersteunt eigenlijk niet de nieuwe manier van leven. Dus ook dat mag veranderen. Als we kijken naar de gezondheidszorg. De gezondheidszorg wordt gestuurd door macht, controle en hebzucht. Terwijl dat uiteindelijk een basisrecht is voor elke mens. En ik heb het zelf ervaren, meermaals, maar de farmaceutische industrie, waar dat uiteindelijk ook weer over winstbejag en controle en macht gaat, die beïnvloedt wetten. Die beïnvloedt de vergoedingen van medicijnen. Nog niet zo lang geleden hadden we dat verhaal van dat ene kindje die dat ene medicijn nodig had. Hè. Maar evengoed zorgen ze ervoor dat krachtige natuurlijke medicijnen die op de markt komen, dat die samenstelling ervan moet aangepast worden, waardoor ofwel de effectiviteit ervan vermindert, ofwel dat je bijwerking natuurlijk gaat gaan creëren. Waarom? Omdat er ook weer een component wordt aan toegevoegd die niet meer natuurlijk is. Onderwijs. Onderwijs is een massaproductie geworden. En terwijl dat de arbeidsmarkt eigenlijk net steeds meer vraagt naar authenticiteit, naar het zelfstandig en afhankelijk kunnen werken, naar het werken met je talenten. Hoeveel mensen zouden er met veel meer plezier gaan werken als ze hun talenten en hun gaven kunnen gebruiken om aan iets te werken, om aan projecten te werken, om voor een bedrijf of een baas te werken. Als mensheid zijn we uiteindelijk veel te lang egoïstisch geweest. Daar komt het gewoon op neer. En nu dat het wiel aan het draaien is, het karmische wiel, het wiel van welvaart, het wiel van succes en overvloed, hoe dat je het ook noemt, het wiel draait, hè, want de natuur is zijn in en al cyclussen na elkaar. Nu krijgen de mensen natuurlijk de rekening gepresenteerd van de afgelopen jaren. Van de afgelopen eeuwen misschien zelfs. En oké, sommigen zijn niet allemaal het gevolg van ons gedrag, maar we hebben het wel geërfd. En we hebben ervoor gekozen om op dit moment te incarneren, om daaraan te werken. En sommige van de mensen die staan aan het begin van enorme levenslessen, omdat ze net wakker geworden zijn, omdat ze aan het wakker worden zijn. En andere mensen die al wat langer op het pad van bewustwording lopen, zou ik de pioniers kunnen noemen, en die gaan de massa eigenlijk leiden door het voorbeeld te geven, door te tonen hoe dat anders kan. Want waar dat wij vroeger degene waren die in de minderheid waren en degene dat ze misschien aankeken als raar en alternatief en hoe dat je het ook wel noemen, dan gaan wij eigenlijk nu meer degene worden die wel in de meerderheid gaat komen. Misschien nog niet onmiddellijk, maar dat komt er wel aan. En wat kan jij doen om bij te dragen aan deze evolutie?
Wel door het voorbeeld te geven, door uit te leggen wat er gebeurt bij mensen die echt nieuw zijn op het pad. En ja, op dit ogenblik zijn er veel zielen, veel mensen die de aarde verlaten. Maar hun ziel kiest ervoor om meer te leren over het leven in dualiteit. Over het overleven te koer, over dualiteit in een andere dimensie, je zou kunnen zeggen, en op een andere wereld. En dat is oké. Okay. Want uiteindelijk weet elke ziel wat het beste is voor zichzelf. Het is alleen onze logische geest, onze mind, het ego, dat controle wil hebben. Dat alles wil begrijpen, dat alles wil verklaren. Waarom? Dat is gewoon een stukje overlevingsmechanisme dat we jaren, eeuwenlang hebben gebruikt. Maar we hebben dat op dit moment niet meer nodig. Enkel heb je ego nog nodig om te kunnen manifesteren. Maar niet om keuzes te maken. Dat heb ik al eens verteld in een vorige video. Nu, weet dat de zielen die overgaan, weet dat de zielen die beslist hebben om niet langer mee te gaan in die evolutie hier op aarde, dat die goed opgevangen worden in de hogere realms. En dat zij licht en liefde naar ons sturen. Omdat zij ook zien, omdat zij ook nu het grotere plaatje zien van alles wat er gaande is en begrijpen wat er aan de hand is. Vertrouwen hebben en het niet weten zorgt ervoor dat alles wat je nodig hebt in jouw leven verschijnt. En dat zal niet altijd zijn wat jij denkt dat je nodig hebt. Maar het zal wel altijd alles zijn wat je op dat moment nodig hebt. Vertrouwen in God, vertrouwen in het universum. Dat de weg die je mag lopen zal getoond worden. Vertrouwen dat je innerlijke leiding vertelt wat je moet doen en wanneer. Dat laat jouw ziel groeien. En dat zal jou nieuwe mogelijkheden geven. Dat zal jou nieuwe opportuniteiten geven waar je tot voor kort eigenlijk nog geen oog voor had. Of misschien zelfs dacht dat dat niet mogelijk was. Maar zolang je probeert om een controle te krijgen of controle te houden, dan duw je eigenlijk net alles van je af. Want controle houden, of controle gewoon te koeren of in het kort, heeft eigenlijk de tegenovergestelde energie van geloof en vertrouwen. En twee uitersten kunnen onmogelijk samen aanwezig zijn. Dus een volledig en blind vertrouwen kan er niet zijn wanneer hij probeert te sturen en wanneer hij probeert te controleren. En zoals dat mijn tweelingvlam zegt, vertrouw en laat los. Vertrouw en laat los. En dat is uiteindelijk het enige wat je altijd, elke dag wanneer je opstaat, gewoon kan doen, mag doen in het ontwaken. Vertrouwen dat je de leiding krijgt. Vertrouwen dat hetgeen dat je hoort en ontvangt de goede leiding is, jouw intuïtie is. En dan alles wat dat de rest, wat dat jouw zorgen rond maakt, wat dat je angsten rond bent, wat dat je afvraagt of probeert te verklaren, laat het los. En leer te begrijpen van waar dat het komt dat je altijd dat wilt verklaren en wilt weten. Zo, ik hoop dat ik weer een beetje licht heb mogen schijnen in jouw duisternis. En mocht er vragen zijn, mocht je zelf met vragen zitten waar je denkt dat interessant is dat ook andere mensen daar een antwoord op krijgen, dan mag je die gerust op onder een video plaatsen en dan maak ik daar een video over. En voor nu wens ik jullie veel liefde voor het leven, voor jezelf, voor de naasten. En een dienst voor ieders hoogste goed. Tot in de volgende video. Dag!